Je hebt clubiconen en je hebt clubiconen. Theo Bos speelde zijn volledige profcarrière bij Vitesse. Dat was van 1983 tot 1998, 15 seizoenen. Daarna was hij er 7 jaar lang jeugdtrainer en later werd hij ook hoofdtrainer. Vorig jaar werd bij Theo Bos alvleesklierkanker geconstateerd. En gisteravond verloor hij zijn ongelijke strijd tegen die ziekte op 47-jarige leeftijd. 2,5 maand geleden sprak Bos uitgebreid over zijn ziekte. Er zijn 2200 mensen bij wie alvleesklier is geconstateerd, waarvan de meeste boven de 60 zijn, Theo. Jij bent 47. Ja. Dat heeft niks met geluk te maken, met heel veel pech. Ja, in dit geval wel, ja. Dus dat is ook zo. Ja, ik heb er natuurlijk naar gevraagd, naar gekeken, hoe kan dat? Maar het schijnt gewoon genetisch bepaald te zijn. Dus fout in je DNA, zoals ze zeggen. Ben je bang? Bang voor de dood, bedoel je? Voor pijn? Nou, voor pijn wel. Ik bedoel... Kinderen? Dat wil ik zeggen. Ik denk dat meer voor mijn omgeving... daar vind ik het wel heel erg voor. Ik heb natuurlijk kinderen van 20, 16 en nog een meisje van 8. Ja, als je daaraan denkt, dan... dan is het moeilijk. Ja. Voor mezelf niet. Nee? Nee. Ja. Nee, ik heb zoiets van... Op het moment dat het zover is, dan... Dan is het voor mij over en de rest gaat door. En dat is dus het verkeerde DNA? Dat is het verkeerde DNA, ja. Punt. Pech gehad. Pech gehad. Ben je dan niet boos? Nee. Nee. Dat kan, hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat je woedend bent. Nou, dat is een vraag die mijn vrouw me ook regelmatig stelt. Waarom ik? Ja, maar ja. Dat is een vraag waar ik geen antwoord op krijg van niemand. En het is ook een vraag die onzinnig is. Want ja, wie moet boos zijn? Dit lichaam heeft me gebracht met wie ik nu ben. Dat is zo. Ja, het enige wat dit lichaam nu doet is me een beetje in de steek laten. En dat is wel jammer, want dat had best 30 jaar later mogen gebeuren. Joep Schreuder sprak met Theo Bos. Die andere Theo van Vitesse, Theo Jansen, is geschorst voor de wedstrijd van vanavond. Hij vindt dat de spelers die wel op het veld staan er vanavond iets bijzonders van moeten maken. Wat je ook doet vanavond, het is niet genoeg. Weet je, Theo is zoiets groots voor de club. Dat je dat niet kan zeggen, ja, minuut stilte, is niet genoeg. Ik bedoel, ik vind sowieso dat de supporters moeten laten zien dat ze aan Theo denken, dus ik zou zeggen, ga applaudisseren sowieso tot de vierde, vijfde minuut. Want hij droeg altijd nummer 4. Doe daar iets mee, weet je. De supporters laat zien dat niet zomaar iemand is. En ik hoop dat daar vanavond iets mee gebeurt. En of daar vanavond iets mee gebeurde. Het bleef absoluut niet alleen bij een minuut stilte rondom de wedstrijd Vitesse tegen FC Utrecht. We horen Jan Roels. Indrukwekkend, Jan Snellenburg rechts en Theo Jansen met de afbeelding van Theo Bos. Talloze spandoeken en afbeeldingen van Theo Bos in de Gelredom. Theo, you'll never walk alone. Theo voor altijd. Theo Bos voor altijd in ons hart. En daar zijn de elftallen Vitesse en FC Utrecht. Op deze gedenkwaardige avond in de Gelredom. Wat je ook doet, het is nooit genoeg. Daarvoor is Theo te groot voor de club. Woorden van Theo Jansen vandaag. Die kernachtig weergeven hoe de gevoelens zijn bij Vitesse. Na het overlijden van clubicoon Theo Bos. 369 competitiewedstrijden in 15 jaar speelde Bos voor Vitesse. Nooit voetbalde hij voor een andere club. De Gelredom herdenkt een sympathiek man. Die openhartig over zijn slopende ziekte durfde te praten en oog bleef houden voor de ander. En de complete selectie en technische staf van Vitesse legt een bloem neer bij de afbeelding van Theo Bos in de hoek van de Gelredom, vlakbij de Theo Bos tribune.
En dan is hier de vierde minuut in de Gelredome. Theo Bos speelde met rug nummer 4. Orkaan van geluid van de Theo Bos tribune. Nijhuis legt het spel even neer. Zodat er alle aandacht is van de spelers en de supporters voor Theo Bos. En zo neemt de Gelredome op een gedenkwaardige manier afscheid van Mr. Vitesse. Het gaat je goed, Theo. Ibarra op zoek naar Boni. Te ver voor Boni, maar daar is Havenaar. Daar is Havenaar en 1-0. Dan lopen ze bij Utrecht elkaar in de weg en hij profiteert optimaal. Mike Havenaar. Geblunder achterin in de defensie van de ploeg van Jan Wouters. Hier is Ibarra attent. Boni kiest dan positie. Maar daar Van de Marel onder de bal door. Ook Mortensen doet dat heel klungelig. En simpel intikken voor Havenaar. 1-0 Vitesse. Van der Heijden. Kakuta van Aanholt gaat. Van Ginkel mee. Kakuta. Richting Havenaar. Te hoog voor Havenaar. Boni. 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 Nou, dat scheelt niet veel. En meteen hitst hij het publiek op. In de Gelredome. Vraagt om steun. Van der Hoorn. Utrecht betere ploeg in de tweede helft. Hoor. Draait handig weg. Hoor. Aardig schot. Schampt de paal. En ook de vingertoppen van Veldhuis. Eindelijk een wapenfeit van Utrecht in de Gelredome. Dit schot van Tommy Hoor. Via de vingertoppen en de paal naast. Duplan. Utrecht veel sterker in de tweede helft. Duplan, Moulenga. Moulenga, dan maar schieten. Nee, dat lukt niet. Hier is Van der Struik. Ibarra. Ibarra. Daar gaat Boni. Geen buitenspel. Boni, Boni, Boni. Ja, wat een simpel doelpunt. Vitesse afwachtend in de tweede helft. Maar hij heeft maar één kans nodig. En kijk wat hij onder zijn shirt draagt. Eerbetoon aan Theo Bos. En in deze wedstrijd moet Boni natuurlijk scoren. Richting de Theo Bos tribune. Nummer 23 voor Wilfried Boni. Die geen aanbieding heeft gekregen uit Rusland. En dus het seizoen zal uitspelen bij Vitesse. Van der Gun. Moulenga kiest positie. Wil het nog een wedstrijd worden, moet Utrecht nu zo'n beetje een doelpunt maken. Hij heeft het best recht op. Hij heeft een overwicht in de tweede helft. Oor. Op zoek naar Dulthuis. Die legt terug. En daar is dan een grote kans voor Duplan. Met de corner. Moulenga op de paal. Krachtig gekopt, goed gekopt. Maar Utrecht is niet fortuinlijk in de Gelredome. Ibarra sneller dan Bulthuis. Ibarra, Ibarra, Havenaar op de paal. Van de Hoorn. Van de Gun. Hoekschop via Van der Struik. De hoekschop. Hoofd van Havenaar. Van de Marel. Van de Marel! Zo! Veldhuis met een reflex. Zit daar uitstekend bij. Maar een prachtig schot van Van der Marel.
Ibarra, Boni, stapvoets en dan de versnelling. Geen overtreding. En zo ligt het middenveld helemaal open, is de wedstrijd gespeeld. En wint Vitesse tegen FC Utrecht met 2-0. Een wedstrijd die in het teken stond ter nagedachtenis aan Theo Bos. Dat stond hij zeker. Vitesse wint. Vitesse doet weer mee om de allerhoogste plaatsen in de eindrangschikking. Maar dat is allemaal voor late zorg. Want ook na afloop ging het eigenlijk maar over één ding. We zeiden ook voor de wedstrijd, jongens, deze wedstrijd moeten we zeker winnen. Maar vooral voor Theo, omdat hij nogmaals heel veel voor deze club betekend heeft. En ik denk dat we hem niet blijer hadden kunnen maken met 3 punten vandaag. Het leven is wel heel oneerlijk als je zo op 47-jarige leeftijd weg wordt gerukt uit dit leven. Dus het raakt je ook wel? Ja, zeer zeker. Je kijkt wel op de billboard en dan zie je af en toe, je ziet hem toch. En dan, ja, ik ben altijd wel een emotioneel mens en dan moet je even zo weer doen en dan kom je weer tot de orde van de dag. Hoe relatief is voetbal dan, hè? Ja, dat klopt, daarom. Laat het maar. Kijk, alleen ja, ook dat is het leven en het is alleen heel vervelend voor de nabestaanden. En als ik te hoor dat ze in het stadion zijn, dan vind ik dat, heb ik heel veel respect voor. 10 dagen geleden was volgens mij de laatste thuiswedstrijd hiervoor. Toen was hij er, dus ja, het is heel vreemd. En zijn familie was vandaag en ik denk dat de supporters en iedereen ervoor gezorgd hebben dat Theo toch ook weer aanwezig was vandaag. En hopelijk kunnen we dat voor een hele lange tijd vasthouden.